In deze film corrigeren we de vervorming. Deze foto is gemaakt met een 15 mm fish-eye. En daarmee heb ik een ontzettend grote beeldhoek. Maar het nadeel is: ik heb ook ontzettend snel last van vervormingen. Dingen die gewoon recht zijn, maar wel aan de zijkanten van het beeld staan, die raken gewoon vervormd door de lens. Ja, dat is nou eenmaal een eigenschap van de FishEye lenzen, maar niet getreurd, dat kan Photoshop keurig corrigeren. En om die correcties toe te passen, zorg ik natuurlijk eerst dat mijn laag een slim object is. En je ziet eigenlijk al, ik heb een RAW file geopend en dan maakt hij er bij mij automatisch een slim object van. Maar je ziet hier bij de laag een klein vierkantje staan en dat betekent dat het een slim object is. Het kan zijn dat er dat niet staat. Het kan zijn dat de foto zo geopend wordt bij jou dat er een klein slotje bij staat en dat je laag achtergrond heet. Nou, je kunt hem gewoon simpel omzetten naar een slim object door er met rechts op te klikken en dan te kiezen voor omzetten in slim object. Je zult zien het slotje verdwijnt en de laag heet opeens geen achtergrond meer maar laag 0. En dat betekent als het een slim object is, wanneer ik er nu iets aan doe, kan ik dat later altijd nog een keer aanpassen. Of ik kan het effect weer uitzetten. Wat gaan we doen om dit fisheye effect weg te halen? We gaan één filter toepassen en dat vind je hierboven bij filter en dan zit daar adaptief groothoek. Als je daarop klikt kom je in een nieuw venster uit. Ik maak het even een klein beetje beter op maat. En je ziet hieronder al wat er uh, gebruikt is om de foto te maken. Een 5DS-camera van Canon en een 15mm 2.8 Fisheye. Standaard zal het filter misschien komen met de optie om automatisch te corrigeren, maar in dit geval ga ik voor visogen. Het is een beetje krom vertaald, het is letterlijk vertaald, uh, neem Adobe dat dan weer niet kwalijk. En je hebt voor uh, gewone grotehoeklenzen ook nog de optie voor een perspectief. Je hebt drie opties. Je hebt de optie schalen, daarmee maak je de foto wat groter of wat kleiner om hem gewoon netjes te laten passen. Je ziet een beetje wat er gebeurt. Nou, ik hou dat gewoon even op 100%. Je kunt de brandpuntsafstand bepalen. Die was in dit geval 15 mm, dus dat is goed. En je kunt eventueel nog de kropfactor bepalen. Nou, die houd ik gewoon op 1, want ik heb een full frame camera. En dit is dus de afbeelding waar we in eerste instantie mee aan de slag gaan. Wat gaan we nu doen in dit filter? We gaan eigenlijk gewoon zeggen van hé hey, al deze lijntjes die zijn niet krom, die zijn gewoon recht. En dat doe je hierboven door op dit toeltje te klikken, restrictie. En gewoon te zeggen van nou van hier tot daar, dat is een rechte lijn. Dus als ik bijvoorbeeld deze kerkbank pak en ik zeg van hier op deze hoek, ik klik één keer en ik ga met mijn muis naar de andere kant, je hoeft hem niet ingedrukt te houden. En ik zeg tot daar, dat is een rechte lijn. En Photoshop corrigeert dat gewoon netjes tot een rechte lijn. Natuurlijk is dit niet gewoon de correctie waar ik op zit te wachten. Ik heb nog veel meer van die lijnen waarvan ik zeg van maak deze ook maar gewoon recht. En ook deze pilaar wil ik recht hebben. Heel die bolvorming die wil ik er gewoon uit. En dat lukt Photoshop prima en ook aan deze kant. En je ziet zo langzaamaan komen we tot een foto die best wel aardig is. Belangrijk is dus dat je dingen pakt die echt gewoon 100% recht zijn in je foto. Pak je gebogen lijnen, ja, dan ga je natuurlijk de mist in. Dat voel je zelf al aankomen. En vervolgens kan ik hem nog een klein beetje met schalen groter maken. Door het vervormen drukt hij hem natuurlijk gewoon ook naar binnen. En krijg je bijvoorbeeld hier rechts in de hoeken ja, lege stukken in je foto. Die kun je later weer wegklonen om dezelfde resolutie te houden. Je kunt hem ook gewoon opnieuw uitsnijden. Ik kies voor dat opnieuw uitsnijden. Ik klik op OK. Ik pas het filter toe. En ik heb daarmee in een handomdraai eigenlijk gewoon een gecorrigeerde foto. Als ik het effect nog even uitzet. Dit is mijn before en dit is mijn after. En als ik hem dan opnieuw uitsnij in de verhouding 3 staat tot 2. Tot bijvoorbeeld zoiets. Dan zie je dat ik uiteindelijk best een aardig resultaat heb. 100% tevreden, dat ben ik nog niet. Ik zie nog wel wat kleine dingetjes. Dus ik dubbelklik op het woord adaptief groothoek en ik kom terug in het filter. En ik zie nog een paar lijntjes waarvan ik denk van hé, hey, die wil ik eigenlijk ook wel gecorrigeerd hebben. Zo vind ik hem iets beter. En ik klik weer op oké. OK. Mijn filter wordt weer toegepast en het wordt toegepast op de foto zoals ik hem had. Zo vind ik hem beter. Ik kan nog dingen gaan doen om hier die paal aan de linkerkant helemaal recht te krijgen. Weet je, laat ik dat gewoon eens doen. Dat doe je met het vervormingsgereedschap. Dat bereik je door uh, ctrl-T te klikken. En je komt dan in een vervormingsmodus terecht waar het filter niet wordt toegepast. En ik klik met rechts erop en ik zeg schuin trekken. En ik trek dit een heel klein beetje uit, niet te ver. Het is een klein beetje op gevoel en ik klik hierboven op het vinkje. Vervolgens wordt mijn bewerking toegepast en ook het slimme filter wordt er weer overheen gezet. En het is even de vraag waar ik dan op uitkom. Dit kan allemaal wel eventjes duren, want het vergt behoorlijk wat rekenkracht van je computer. Neem gewoon even de tijd daarvoor. En uiteindelijk kom ik hierop uit. Door het kleine stukje schuin trekken ben ik echter wel weer ja, wat vervorming erin gaan trekken. Dus ik ga dat weer aanpassen bij mijn adaptief groothoek. Dubbelklik erop. En trek deze lijn gewoon even opnieuw. Deze kan eigenlijk wel weg. Selecteer er gewoon één. Klik erop. En druk op delete. Je ziet, de vervorming komt weer terug. Maar ik teken hem gewoon opnieuw. En eventueel kun je ook, als je op de lijn klikt, de puntjes verleggen. En op deze manier corrigeer je je foto. Dus tot slot nog een keer. Je drukt weer op oké. Okay, het filter wordt weer toegepast. En je krijgt dadelijk gewoon het resultaat te zien. Tadaam! Kijk, hierboven een klein hoekje wat nog open is. Nou, ik maak er even heel snel een nieuwe laag aan. Ik ga naar die hoek toe. En ik kloon dat er gewoon heel simpel eventjes bij. En zo eenvoudig en snel is het dus gebeurd. Zet ik het filter gewoon nog één keer uit. Let, laat ik deze laag ook even uitzetten. Dit is dus mijn originele foto. En dit is dus uiteindelijk het resultaat wat ervan is geworden. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.